Bezoekers van de donderdagochtendtraining van FC Groningen zagen dat de ziekenboeg van de FC langzaam weer leegstroomt. Want na bijna 6 weken afwezigheid is Mimoun Mahi weer teruggekeerd op het trainingsveld. Mahi was uitgeschakeld door een scheurtje in de hamstring van zijn linkerbeen. De aanvaller is hersteld en maakt weer deel uit van de eerste selectie van FC Groningen. Ja, gelukkig was het niet heel groot. Dus het was 4 tot 6 weken en ik ben nu op week 6 bijna. Mm-hmm. Dus ja, gaat allemaal volgens plan. Maar hier raakte op 25 oktober geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen NEC. Al voor de pauze moest hij noodgedwongen stoppen. Is dit einde wedstrijd voor Mahi met een probleem aan de hamstrings? Kun je het moment nog herinneren dat het gebeurde? Ja, liever denk ik er niet aan, maar ja, ik weet nog wel precies hoe het is gegaan. En, ja, het was overbelasting. Dus ja, nu leer ik ook beter mijn lichaam kennen en ja, weet ik wanneer ik moet stoppen en ja, wanneer ik door kan gaan. Ik was nog heel gretig en jong en als ik een kleine pijntje voelde, wil ik altijd gewoon doorspelen. Zo zit ik wel weer in elkaar, alleen ja, hier leer ik weer van. En ja, ik weet voor de volgende keer als ik een beetje iets voel wat niet goed voelt, ja, dan stop ik gewoon voor eventjes dan. Dat is een tegenvaller voor FC Groningen, dat zijn topscorer op deze manier richting de kleedkamer ziet gaan. De blessure was voor Mahi extra vervelend omdat hij in een sterke periode verkeerde met goed spel en veel doelpunten. Ja, ging zeker goed. Het was duur dat het me overkomen was. Alleen je moet weer het beste ervan maken en nog sterker terugkomen. En ik denk dat het wel gaat lukken. Ja. Wanneer zien we jou echt weer in actie op het veld? Ik hoop zondag dat ik erbij kan zitten bij de selectie. Dus volgens mij gaat het wel gebeuren. Dus dat is wel een fijn gevoel. Ja. Ja, want de training vandaag ook, het voelde allemaal goed? Ja, het voelde gewoon top. Je merkt wel dat het even lang geleden was, maar de gevoelens zijn gelijk weer. En, het gaat heel erg goed, dus ik heb niks te klagen.